Een hele goede morgen. Ja, goedemorgen deze morgen. Good morning. Eindelijk weer eens bunkeren er weer om. Ja. Ha, we lekker op af. Heb jij een mooie gimbal? Ja, mooi hè. Zo, dat ziet er goed uit. Ja hè. Helemaal spik en span. Hallo. Nou, we zijn wederom weer in IJmuiden. En op een grijze, grauwe, paarse maandag. Gaan we even op zoek naar het stukje beton. Daar zie ik al iets. De keuken. Ik moet de andere hebben. Het zit rechts. Oh, daar zie ik een stukje. Ja, ik zie het al. Tonk. Ja, deze kun je niet in. Tobroekje met dak. Ja. Kegelbaan is hierboven. Hey, wat is dit dan? Oh. Kijk. Dit is volgens mij de kegelbaan. Ik zet hem niet naar mijn hoogte met mijn gimbal. Even wachten. Ik zet hem even uit. Kijk, ik ga hem even slepen. Zo. Zo. Kijk, ik kan het zien. Zo, dat loopt wel diep. Zoomen. Er is weinig te zien, denk ik. Ik heb het op beeld. Ik kan het je even laten zien zo. Ik kom naar de toer. Het is heel krap ook. Hier kom ik amper al tussen, ja. Wel spectaculair begin van de dag gelijk. Hup! Zo. Oh, hier zie ik al iets wat erg naar beneden hangt. Het duidt meestal op. Het duidt meestal op een ingang. Nou, kijk eens. We zijn naar binnen wandelen. Dit is ST. Ja, kijk maar. Zou dit hier met die boogjes zijn? Dat zou benieuwd zijn. Ja, die, dat moet je echt doen. Oh, ja, oké. Okay. Ja, daar beneden is het krap. Oké. Okay. Ik kan even kijken. Ja. Oh, ja. Even.
Oh. Ja, met een schepje bij zo hebben. Krijg je het zand niet weg. Even kijken of dat zo past. Oh, nee. Jezus. Fear not, little flock. Nee. Recht. Schep je nodig. En een emmer. Want ik kom er nu al amper door. Geen hoek. Wel leuk. Ja. Dus, zie je wat? Maar lukt het niet, helaas. We need some proper tools for that. Ja, precies. A bucket and a shovel. Pretty exhausting though. A few moments later. Dat is lachen. Ik stond helemaal niet op in good. Oh, ja, ik heb het al. Ah, opgenomen. Dat is lekker gek hoor. Ik heb een kilometer gevonden. 5.774. Genau. Zo, ik zeg. Ja. Kijk of de machinebunker open is. Ja, dat zal gaan zijn. Even diesel snuiven. Ja. Machinebunker. Die is hier volgens mij in de hoofdkant. Maar ik zeg eerst, ik geloof even wat drinken. De zand tussen met allen laat. Even roken zoeken lekker. En het zweet gutst inmiddels weer elk gaatje. Ja, het is echt wat. Dus ik denk even een laagje gaan lozen. Dan kun jij even mijn fantastische shirt zien. Ja, nee, meen ik oprecht. Jij een fantastische shirt? Ja, die ga jij leuk vinden. Okay. Nou, zweet ik waarschijnlijk ook zo, want het is lekker synthetisch. Ja, dit is ook zo'n condoomjas, weet je ook al geregeld. Ja, deze ook. Dus, yes, ook. Ja. Dat is de job. Ja. Kijk, we gaan wel 50 bunkers in. Jekkie vindt de Primark, als die verrot gaat, koop je voor 8 euro een nieuwe. Ja, precies. Ja. Alright. Nou, let's go. Nou, weer terug. Zoals we ingekomen zijn. Oh. Ah, ik heb het knetter nu. Mooie beelden zo. Mijn mooie kont zien. Mooie beelden. Zijn we er goed op? Ja, die staat lekker, is er lekker nat geworden. Wacht even. Ja, nu hangt ze los. Ergens wilden we vandaag niet te veel opvallen in dit redelijk toeristische gebied. Want, dames en heren, deze bunkers zijn niet allemaal verboden gebied. Want deze zijn bijvoorbeeld gewoon voor toeristen. Ja, precies. Zijn we open? En ja, moeten we er dus vandaag een beetje als toeristen uitzien. Stel eens. En we hoeven niet heel erg op te gaan in de natuur. Dus vandaar een goede broek aan. Maar kijk, je ziet wat er gebeurt met een goede broek. Dat wordt ranzig en gaat snel stuk. Dus vandaar dat wij wel eens van die tactische kleding dragen. Door het struisgewas. Ah, ik sta er bovenop. Kijk maar. Oh, kijk ja, hier. Hop, pas op dat je hier niet in het gat stapt, Ron. Ja. Kijk nu. Hier heb je geen gat zitten. Kunnen ze er binnen hier. Lekker uit de wind. Au. Oh, hey, heel leuk. Leuk. Een mooi gangetje. Deze is een privaat netgang. En dan hebben we hier nog iets zitten. Ga ik even kijken. Even een lampje erbij. Hallo, goedemiddag. Oh! Een waterbergplaats! Oh, is die open? Ja, en hij is heel clean. Zo. Kijk, daar hebben we hem. Hallo! Kijk, buis, kindertjes.
Zo'n kapelletje ziet. Ja. We gaan even binnen. God aan de macht. Wat Adolf teruggeven. Van 1,80 meter. Wat een boos schwap. Zijn keel doorsnijden met zijn ruimtjes. Gelukkig geslacht. Nou, komt hij op een showtje. Een Nazi Kleidunghol. Haben wir. Kijk. Gaan wij dit leuke kapelletje weer verlaten? Ja, dat is wel. Jets, kom met die granaten. Grenade out! Zo. Een knusse bedoeling hier. Oh, dit leuke gevangenisje. Filmen. Gaat dit nog ergens. Deze gaat nog ergens heen. Even kijken. Hier. Gaat dit naar die toonbroek zeker? Zo. Oh nee, hij is verzand. Maar, er gaat daar nog wel iets naar rechts, geloof ik. Zachtjes. Is daar nog iets? Nee. Aha. Is dat hout? Nou, to the rabbit hole. En zijn er de vindingen? Nee, er is hier niks meer. Niks meer? Nee. Dan heeft hier iemand zelf getracht te graven. Maar nee. Een mooie lange hal. Aan het eind zal vast wel iets in een toonbroek zitten of zo, hoor. Ik denk het wel. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk een beetje. Het klater hier. Hop. Life's a bunker hunter is tough. Zo. Dat is toch weer het hol uitgaan. Ja. Even kijken of dit er nog te exploren is. Toonbroek met gang. Echt die gang dan. Nog een afstapje. Ik zal even een blik werpen, hoe ver deze doorloopt. Ik heb geen blik bij me. Oh. Is die steen ook goed? Mozes, die deed dat. Mozes. Die had het record voor vergooi, als eerst in de wereld. Die vierde op een blik over de woestijn. Zo. Dat is zo fucking impressief. Ja, got it. We nemen jullie mee. Oeh, in deze bunker, vlak bij zee. Even kijken. It's a corridor. En... ja, ik denk dat ik bijna zeker weet dat deze hal, zeg maar, dat ik net de andere kant heb gezien. Oh, wat dichtgemetseld. Ja, nou niet dichtgemetseld, maar wel verzand. Ja, je komt daar niet meer verder, maar ik denk als dit open zou zijn, dan ga je gewoon naar die plek waar we net vandaan kwamen. Wel een tof toonbroek hier nog. Oh, hoppa. Zo. Explored. Ah, oe,
hij maakt de dekmolen aan, ziet. Eenmans pusje. Ja. Hier, even kijken. Dit ziet er in ieder geval kapot geschoten uit. Ja, of verzakt. En dit ben ik. Oh. Wat leuk, wat leuk. Wat is dit? Ik zie daar nog een kleine ruimte. Achter. Eens even kijken. Waterput. Oh ja, wacht even. Waterputje. Ja, deze heb ik. Ik heb ook gezien. Oh, sorry, net zeggen. Sorry. Ik ben er door. Als we hier naar achter gelopen, dan komen we in een soort bunkerdorpje terecht. Hallo. Hallo. Wat hebben we hier gevonden? Dorst. Dat is jammer, want de waterput stond leeg. Zit je in de put? Jok, zit een beetje in de put. Ja. Ik heb glas hier, was nog niet uit al eerder. Ja. Heeft iemand een brandje gestookt, zie ik. Jammer. Ja. Is dat zo in de put? Kom die later. Alle put, sorry. Ja, hè? Nou, ja, okay. Snel uitgekeken. Ja. Even doorlopen en door. Ja, hier komt hier bij zo'n bunkerdorpje. Ik weet precies waar we zijn. Ik ben hier ook al geweest. Dat is heel grappig waar we nu terecht komen. Kijk, ik weet niet wat een gaaf van deze is. Oh. Dan moet je je camera zo houden en dan moet je heel hard naar me toe lopen. Kijk, dat is zo'n zweeffilmpje, weet je wel. Ken je dat? Alsof je met een drone aan het schieten bent. Ja. Er komt een hele leuke plek om hier uit. Oh ja, dat zie je, ja. Ja, 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 ja. Ja. Allemaal aan die ST vastgemetseld hier. Ja, ja. Hier liep het wel, nee, was gewoon een kleine ruimte. Ik ga denk ik eerst even hier kijken, want die... Ik weet toch dat die doorloopt. Oh, maar dan kom ik ook daar. Ja. Het is gewoon terug naar buiten, zeg maar. Ja, precies. Dan is dat interessanter. Daar naar rechts is waarschijnlijk gewoon nog een uitgang of dan wel een toobroek. Hier, dat zullen we straks waarschijnlijk nog een keer tegenkomen. Dit. Aan de andere kant. Ja, cool. Hier zit nog wat isolatie. Bunker aan de buitenkant isoleren. Ja, kijk. Hier zit het ook nog allemaal het isolatiemateriaal. Dat maakte ze van riet. Een soort barline, denk ik. Chloriol. Ja, deze is huge, deze bunker. Trakt hij net brand. Ja. Vleetje gecremeerd. Ja. Mooi. Groot, hè? Jezus. Echt een grote bunker. Even teruglopen. Ik mis die hier nog, deze ruimte. Even kijken. Ja. Massive bunker. Hier links gaat hier nee, als, het toiletje denk ik hier zo te zien. Of ja. Doucheruimte. Ja, hier zat ook een wasbakgang heeft. Ja, sanitair. Dat je ook vaak in die officiersbunkers ziet.
Maakt er eigen douche ruimte in. Ja. Hier heb je iets wat aan negen blijft, maar niet op de verkoop. Opslagruimte. Oh ja, hier. Zie je zeker even kijken. Dit. Zijde. Ah. Oké, okay. Met nog wat hout hebben we om omheen. Oh. Ja, ja. Voor deze locatie best wel. En dan komen we hier. Die toonbroek uit. Zo, een nou, toonbroek. Een mooie FL. Met aan deze zijdes. Opslagruimtes voor de munitie. Waarschijnlijk was dit voor oude munitie. Kijk, want naar dat schuine stukje. Dan flikken ze de hulzen. Ja. Heet en wel. Zodra, met handschoentje denk ik. En flikken ze hier over zo naar binnen toe. Poep. Tot het hokje vol was. Inderdaad. En dan moet weer afvoeren. Afvuren. Komt ze daar weer. Sommige hulzen werden ook gewoon hergebruikt. Ja, dat. Op deze ook. Twee exits. Hmm. Hier is een sokkel waar het kanon op heeft gestaan. Hé, hey, je staat op een sokkel. De sokkel staat op een sokkel. En dan is hier onze exit. Die ze ergens een keer hebben geprobeerd. Nou, dit is niet echt een exit. Ook een soort toonbroekje of zo. Anyway, vandaag is het onze exit. Daar zie je. Daar zie je, jongen. Daar zie je. Wat ze helpen dit soort dingen. Dat sluit ik eruit. Nou, kijk, dat kan die nog. Soepeltjes. Goed, man. Echt, hè? En de Masters of the Universe! Zo. Ja. Zo. Het gaatje is er niet groter op geworden. Nee. Kijk. Ik probeer die tas wel even naar binnen. En dan blijf je terug om mijn camera aan te pakken, ja? Ja. Deze even aan de kant.
One eternity later. Juist, ja, je bent er. En door. Ja, nou is het lange groter. Zo. Welkom. Ja, vastzetten. Zo. Ik ga eerst even naar deze kant. Precies. Lekker vastzetten. Ja, kijk. Oh, hij staat er nog. Ja, mooi. Vet. Ja, die kant er wel eens nog. Die takken, sorry. Grappig, hè, die tekening op die muur. Dat is die steger. Ja. En het glaasje is nog heel, althans.
is een bunkerboer. 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 Stoffig hier. Dit is wel tof. Ja. Hier zien jullie nog een stuk van de originele luchtfiltersysteem. En hier dus een filter. En die was aangesloten op dat systeem. Kijk, daar gaat hij naar de andere kant toe, waar we net. En het zorgde er ook voor dat de bunker altijd met overdruk weer stond. Dus dan een aanval was met gif, overdruk. Met 1 bar overdruk, dan werd altijd het gas naar buiten gejaagd en kon nooit in de bunker komen. En hier kun je nog zien hoe ze dat allemaal fixten, die Duitsers. Hier is die best wel mooi intact. Ja. Maar deze bunker is ook best wel lang dichtgebleven nog, hè? Ja. Kijk, hier loopt hij ook gewoon nog door. En de andere originele leiding nog. Kijk, hè. 80 jaar plus, in wat voor conditie het hier nog aanwezig is. When you build something, build it right. Hier een deur met een ingangverdediging. Dus ik neem aan dat dit ook een... Kijk. Hey. Een bunker art. Gaaf, hè? Bunker art. Ja. Dit is tof. Nou ja, zeg. Eens kijken, hè? En maar dat het er ook nog staat. Wordt die een of andere de pilot er meegenomen naar huis en dat haakt thuis op. Ja, of ze haken opstoot. Ik zou het gerust thuis ophangen, dit. Oh ja, hè? Maar naar het goed wil. Zodat andere mensen er ook nog van kunnen genieten, laten dit natuurlijk gewoon staan. Precies. Ik heb het de vorige keer helemaal niet gezien, ja, dit. Ah, zeg, hoe tof die bunker art. Cool, man. Er zit nog net geen haakje aan, zie je het aan de andere kant? Zo, kijk eens hoe corroded. Wie zal het gemaakt hebben, joh? Grappig, hè? Ja. Ja. Ja, dit is cool, hoor. Hele toffe bunker dit. Echt heel gaaf. Ja, ik zag hem ook gelijk op. Oh, is leuk. Hoppatee. Dan gaan we maar eens even proberen naar buiten te komen. Dat gaat niet op. Even zo. Ik zal jullie even laten zien hoe knap het is. Goed, er is er gelijk mee. Wat een poeter. Man. Wat gaat er? Oh. Er komt er geen mooie vrouw voorbij. Daar kom ik door. Oeh. Zo. Hey. Hallo. De wedergeboorte. De wedergeboorte. Van rond de tweede paasdag. De first rebirth. Die allemaal was gedreven, gejengeld. Hij is fijn. Tof, man. Dat is een hele gave. Echt geslaagd. Oh. Show, man, jongen. Oh, we moeten even filmen. Mensen willen op YouTube. YouTube! Bunkerhunter! Bunkerhunter! Tot bij de volgende. Leuk. Veel plezier, hè? Hoi. Hoi.
Doeg! Dat is een nauw gaatje. Is er nog een andere ingang? Want hier kunnen wij niet naar binnen. Kusang. Prikkelbosjes. Au, au, au. Munitiebunker. Munitiebunker? Ja, zoals we hem kennen, zeg maar. Gangetje, één ruimte links, tweede ruimte links. En kan er niet? Heel, heel laag, ja. Maar niet echt heel erg bijzonder. Kijk. Okay. Dus, ja, dat vind ik is worth the crawling. Moeten we dat nog even bekijken daar? Hoog in het droog, daar heb je een glijbaan. Even spugen, dan kun je zo naar beneden glijden. Ja. En hier, ik denk, een open beddingje. Ja, precies. Ik wou toen in, maar nog er water in. Oh, wat is het? Even wonen? Nou, niet zo goed. Ja, er zit een kijk, zo trapje. Ah, nee. Kun je er niet op gaan? Nee. Ah, toch even meepakken. Wat een grafzooi hier allemaal. Joh. Jeetje. Hier lag denk ik munitie. Voor naar boven stond de kanon. Kanonnen. Ja, ruimte met de. Ik weet niet of dat een nooduitgang was. Moet hier al iets van het daglicht naar binnen brengen. Kijk. Hier. Jeetje, wat daar is geld. Verschrikkelijk. Gerrit?
Huk. Rijnt op. Huk. Hij ziet er wel tof uit in beeld. Zo. Dat kan wel. Ja. Ik denk jammer dat we in een bunker zitten. Ja. Nou, dat moet wel. Een houten kozijn in hier. Zo getrashed die bunker en dit zit er dan nog wel in. Wel grappig, hè? Ja. Om een daglicht maak ik het zien. Mensen, liever zo'n puinhoop. Zonde. Echt, dit is een oproep, mensen. Neem je zooi gewoon mee naar huis. Dit is toch echt verschrikkelijk. Ik steek ook alles gewoon weer in mijn rugzak. Dat ik consumeer. Hoppa. Zo. Huppatee. Kijk eens, de volgende. Ja, bij Janneke hebben we ook een hoekje geweest. Ja. Eigenlijk een kopietje van wat we net hebben gezien. Nou, hier zijn koffers om te laten openstaan. Hey Ron. Ja. Fuck this shit. Ja. Fuck shit. Ik denk dat ze toch die graffiti hebben. Ja. Is goed voor gespoten. Hier is de pijp er nog in, is de pijp weg. De pijp is weg. Kijk, je kan goed zien. Die was met name om hier de bunker schoon te houden van de uitlaatgassen die van het gebouw afkwamen. Maar dat ding dat maakt er nogal wat rook. Natuurlijk. Nou, er zijn drie buizen daar ook zo. Ja. Dan stonden ze hier op een gegeven moment in een hobbel met mist, denk ik. Deze is vet. Er is even omheen. Peter aan de andere kant zo naar boven kan wagen. Ja, dat de muziek van de kluiter. Ik vind deze altijd wel tof hoor, niet het standmeeste. Monumentsding. Vraag of dat je omhoog komt. Ja. Een glijbaantje was er voor om zo vast weer eens van het trapje in de zee te doen. Zo. Even kijken wat er al blijft. Ik denk dat die dingetje niet opkomt. Access. Ja, dat is buiten.
een kijkje binnen nemen, helaas. Hij is potdicht. Op van de bunker. Om even tegenaan te zijn. Blaas weer geledigd. Pluik. Okay. Of cheeseburgertjes in. Ziet er geinig uit. Een fikkie geweest. Ja, zonde hè. Ja. Muziek nou echt van hou? Van hard rock. Oh, kijk eens, die is helemaal een soort opgeknapt. Die zotten erop. Hier, eenmansputjes. Bunker Hunter! Ja, shoot kapot! Pantengranaat! Hier zie je dat zo'n kanon in de bunker staat. Dat is ook een beetje het formaat. Dan is dit nog een kleintje geworden hoor. Dankjewel.